Hey, goedemorgen. Edwin, heb je even een minuutje? Ja, heb ik. Je bent zo druk bezig al. Ja, zeker. En dan zijn we heel eerlijk, dat is gewoon je schoonvader. Hè? Je... Dat is mijn schoonvader, ja. Absoluut. Ja, ja. Nee, de eerste klant, maar dat is, het is leuk dat er even iemand zit. Dan kunnen we gelijk een beetje kijken hoe je werkt. Hoe ik werk, wat het precies is. Maar Edwin Dobbelaar, we zaten net, we kennen elkaar, maar dat is vooral uit de stad. 77, een café in het Hof. Ja, ja. Maar jij bent ook een bewoner van de Sint-Jansstraat en jij bent gewoon hier vandaag je... Ja, ja, hoe zeg ik het? Haarsalon, hoe noem je het zelf? Barbershop. Barbershop begonnen. Een echte officiële vintage barbershop. Ja. Ja, dat ziet er hartstikke goed uit. Jij bent het verleden ben je geen kapper geweest, toch of wel? Nee, ik ben het verleden geen kapper geweest. Het is eigenlijk een beetje begonnen met mijn voorliefde voor vintage. En mijn geschiedenisklobbeltje, zoals je ziet. Jesse James, Billy the Kid. En je ziet er zelf ook wel een beetje als een cowboy uit met je precies, doet. Ja, dat was ook een beetje de bedoeling. Iedereen heeft een beetje die standaard mondkapjes. Ik heb gewoon een treinroverskapje voor mijn mond. En zodoende ben ik eigenlijk een beetje gekomen op school. En ik ben er ooit eens geweest en daar geknipt. Dat was gelijk de liefde op het eerste gezicht. En nu sta ik er. Ja. In mijn eigen stad. Maar je bent dan een opleiding gegaan ofzo? Of, ja, ik heb inderdaad een opleiding gedaan in Delft. Ja. Maar ik zag ook al staan, want dat is, behalve barbier ben je dan ook haar snijden. Dat is toch weer wat anders dan haar knippen. Dat is, Haar snijden doe je eigenlijk met een open mes. En dan pak je eigenlijk de haar en dan snij je het haar weg. Ja. Ja, dat is een mooie methode. Dat is meer een beetje voor volle en dikke haar. Krijg je iets meer volume in het haar. Maar ik vind er niet veel voor. Nee. Dat zijn echt specifieke klanten met een specifiek kapsel. Ja. Hey, en hoeveel dagen in de week zal je open zijn? Ik ben dinsdag tot en met zaterdag ben ik open. Ik doe 2 koopavonden, de donderdag en de vrijdag. En zaterdag van 8 tot 4 en 1 keer 1 zondag in de maand pak ik ook mee. Oké. Okay. Ja. En in welke prijsklasse zit jij ongeveer? Want je hebt natuurlijk allerlei tarieven in het in de kappersland, ik noem het nog maar even kappersland, barbierenland. Ja. Maar ben je betaalbaar? Ik ben betaalbaar. Ik zit in de gemiddelde prijsklasse. Knippen is hier bij mij 22,50 en baardonderhoud is 9,50 euro. Nou, dat is goed te doen. Dat is 2 biertjes, hè? Precies. Waarom? Weet je alles. Mijn baard zit ook al niet zo. Dan zie ik een klein stukje verderop, daar staat je lief. Emily, ja. Die kennen we van het Wooncafé. Daar hebben wij ook wel eens gezeten. Maar jij werkt hier niet, maar je bent natuurlijk nauw betrokken bij... Support hier, hè? Ja, ja. Steun en toeverlaat. Ja, dat is heel goed. Jullie moesten natuurlijk ook in vrij korte tijd opbouwen. Ik liep al voor buiten jullie net gingen beginnen. Dat was niet helemaal de bedoeling volgens mij, maar... Geeft er helemaal niks. Vond ik wel heel grappig. Had ik toch even het primeurtje. Precies. Maar er staat naast je staat ook nog Mr. Lau. Kan jij heel klein een beetje dichterbij komen? Ja, natuurlijk. Want jou heb ik ontmoet van de zomer, was dat bij Soeltut in de Lange Ville. Ja. En toen zei je al iets dat jij iets met schoenverzorging deed, maar daar zijn we verder toen niet zo op ingegaan. Maar dat ga jij hier dus ook doen. Dat klopt, ja. Dat zit hier zo dan. Je zit nu in mijn stoep. Ja, precies. Ja, dit is mijn hoekje waar ik schoenen kan poetsen. Ja, en dat is gewoon echt op de klassieke manier zoals je het vroeger ook in New York en zo zat. Hè, dat deze natuurlijk vooral op straat. Ja, nou heb ik dan het geluk dat ik hier zo bij Edwin, dat ik niet op straat hoef te staan. Dus we zijn wel inderdaad naar een oude stoel. Dit is een oude stoel van de Alhambra, bioscoop uit Vlissingen. Oh, echt waar, ja? Dat is ook weer gaaf. Een beetje weer dat antieke wat terugkomt. Maar ik vind het bij jou ook helemaal passen, want bijvoorbeeld je snor viel me al op toen ik van de zomer langskwam. Ja. Maar nu zie ik je ook zo met je kleding en denk ik, ja... Je ziet er ook echt uit als een klassieke schoenenpoetser. Ja, dat is prachtig. Past er goed bij. En ik ben dan ook bezig nu in samenwerking met Hillebrand zit in Goes. En daar ben ik dus ook een opleiding om dus ook de hakken en de zolen dan te kunnen vervangen. Dus ik eigenlijk inderdaad gewoon een compleet herstel van schoenen kan aanbieden. Ja, nou ja, dat past perfect bij het interieur en bij de herstel van deze zaak zelf, toch? Dus, en hoe is dat dan? Want als ik nou echt gewoon een paar mooie leren schoenen heb en ik wil ze laten poetsen door jou, dan kom ik hier dus gewoon naartoe. Maar is dat ook een beetje betaalbaar? Wat kost dat? Het is hetzelfde als bij Edwin ook. Ja. Wordt knippen. Dus ja, oké. Okay. Je bent wel even mee bezig, maar ik heb daar ook nog een paar voorbeelden staan. Is het ook niet heel erg... Ja, dit is wel een heel groot verschil inderdaad.
dat, het wat voor, dat je een beetje een voorbeeld hebt en wat het doet, zeg maar. Ja. En dan bij deze dan in de hakken gewisseld. Hey, maar nou heb jij natuurlijk ook de kledingwinkel. Ben jij hier dan niet hele dagen of is dat wel de bedoeling? Of, Het is nu nog redelijk rustig in de winkels. Dus sowieso, dat is nu niet hele dagen, daar probeer je het af te wisselen. Maar verder, ja, mensen kunnen sowieso gewoon een schoen hier zo afgeven en dan kan ik ze wel helpen. Komt het ook gewoon goed, ja. Dus later weer ophalen en het ligt een beetje aan hoe het verder ontwikkeld moet. Maar voor de duidelijkheid, jullie zijn twee verschillende ondernemers in hetzelfde pand. Hè? Het is niet dat jullie echt compagnons zijn of zo. Nee, jij bent eigenlijk een shop in shop, om het maar zo te noemen. Ja, meer voor evenementen. Ja. Ja, extra toevoeging. Ja, maar precies. Het is wel herkenbaar, mensen kennen het wel, gewoon de combinatie tussen een barbershop en... Ja. Ik ken hem al wel wat langer, Mr. Lau. Ik vind zelf dat hij eigenlijk te weinig aandacht heeft gekregen, tot nu toe, dan wat hij verdient. Want hij kan echt goed schoenen poetsen. Zoals hier mijn... Oh ja, dat doet de shiner. Ja, ja, ja. 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 Maar dus, dat... ik geef hem eigenlijk een podium om hem een goed begin te krijgen. Nou, daar help ik graag mee. Maar volgens mij ben je ook de enige die dat doet in de stad. Of vergis ik me dan? Die hier in de regio sowieso wel. Het is een klein, als je in de wereld zit, dan is het een klein wereldje, maar... Nou, dan gaan we nog even naar meneer Geersen, die zit heel braaf, 40 jaar getrouwd, zei hij net. Zijn haar is te grijs van geworden, maar doet hij het een beetje goed, die schoonzoon? Ja, ik denk het wel, ik heb een schoonzoon geworden, dus die zou wel moeten. Ja, hij heeft nu wel de schaaf, dat is wat gevaarlijk om dat te veel. Ik heb ook nog een mes, hè? Ja, precies. Nee, dat is leuk toch, dat jullie dat zouden doen. Ja, zeker. Ja. Nou, dan wens ik jullie veel succes als ondernemers en hartstikke bedankt. Gewoon lekker knallen hier zo. Gewoon lekker vlammen. Ja, succes. Dankjewel.